Mij, we gaan het doen. Dat is de boodschap van vandaag, die we als eerste met jullie allemaal willen delen. Ik heb het gehad over aantallen agenten op de securitylijnen, over de productiviteit. Nou, over die dingen kunnen we gewoon goede, goede boodschappen melden. Er zijn ongeveer 400 securitymedewerkers, gewoon nu, die getekend hebben met ons, die erbij komen. Dan zijn er nog 300 mensen waarvan we verwachten dat die nog. Tot aan het moment van de meivakantie er ook nog bij komen. Dus dan hebben we er 700. Dat is een, echt een teken, vooral van vertrouwen van mensen, dat je weer met plezier op Schiphol kan gaan werken. Daar zijn we enorm blij mee. En ook best wel een beetje trots op, zonder dat we naast onze schoenen gaan lopen. Want nou begint het natuurlijk pas. Hè. Jullie hebben in de afgelopen maanden, afgelopen half jaar, zelfs, je zou kunnen zeggen, het afgelopen jaar, het vuur uit je schoenen gelopen. Om te zorgen dat we hier gewoon konden komen op het moment waar we nu zijn. En, en, en natuurlijk is het zo dat die stap van een gereguleerde omgeving waar we nu in zitten naar flink wat capaciteit erbij, daar gaan we niet zomaar eentje van nul naar één doen. We moeten eerst leren lopen voordat we gaan rennen. Nou, en iedereen die, die aan wie ik deze boodschap nu, nu richt, die weet natuurlijk verdomd goed dat juist die overgang op 27 maart naar het nieuwe seizoen en dan in die voorjaarsvakantie een aantal van die pieken, dat dat nog geen makkelijke momenten zijn. Maar goed, daar gaan we dan ook heel voorzichtig en gedempt mee om. Die momenten zullen we geleidelijk zullen we die laten groeien in onze capaciteit. En samen met de vliegtuigmaatschappij zijn we nu aan het kijken hoe we een paar van die echte pieken... en vooral, jullie weten het allemaal wel, zitten gewoon in de ochtend tussen 6 en 11... hoe we die gematigder kunnen krijgen om te zorgen dat jullie ook niet in één keer weer volle chas moeten. We willen jullie laten wennen aan hoe het dan weer is om echt... Ja, alles te doen voor dat hele grote publiek dat zo graag via Schiphol wil gaan vliegen. Dit is eigenlijk de boodschap en uh, je zult er vast nog meer van horen, maar ik wil er kort jullie daar in ieder geval bij betrekken. Dankjewel.